Ik probeer al ruim 2 uur bij de sportschool te komen, maar ik word telkens bevangen door de geest van video's maken. En als je me dat 2 jaar geleden had gezegd, had ik gedacht, waar heb je het over? 2 jaar geleden heb ik meegedaan aan een challenge van Zaraida Groenhart, inmiddels mijn business mentor. En de challenge heet Snel en Makkelijk Zichtbaar. En ik noem mezelf sinds een aantal jaren ondernemer. Stiekem was ik het daarvoor ook wel. Maar ik zag mezelf niet als iemand die zichzelf moest laten zien. Wat gek is, want ik ben performer, ik ben artiest, ik ben singer-songwriter. Ik doe verschillende dingen waarvoor een podium best wel een must is. Maar de vertaalslag maken naar een artiest die ook ondernemer is en die daarom zichzelf als ondernemer moet laten zien, haar diensten moet laten zien, haar producten, in contact mag treden met haar klanten en toekomstige klanten. Ja, die switch heb ik pas 2 jaar geleden gemaakt tijdens de Snelle Makkelijk Zichtbaarheidschallenge. En in die week kwam ik erachter dat ondanks mijn onzekerheden, ondanks het feit dat ik denk dat heel veel mensen al veel verder zijn als ondernemer. Als artiest word je ook niet echt getraind om te denken als ondernemer, maar toch een afwachtende houding te hebben als het gaat om opdrachten. Ik heb geleerd dat er toch wel heel veel mensen op mij zitten te wachten. En dat ik dat nu zo schaamteloos hardop kan zeggen, zonder bang te zijn dat het arrogant overkomt, dat komt dus door die trainingsweek. Dat is daar begonnen. Doe jezelf een cadeautje. Als jij al een hele poos op je eigen eilandje zit en hard werkt aan je website en trainingen volgt, maar je doet eigenlijk niet een stap naar buiten toe met je zichtbaarheid, naar de mensen die jou echt nodig hebben, die echt wat aan jou gaan hebben, dan ben je eigenlijk nog niet aan het ondernemen. No judgment here, want ik zag het licht ook pas laat. Maar geef jezelf het cadeautje. Het is totally free, het is gratis. We beginnen op 23 mei. Het loopt tot 30 mei. We zijn eigenlijk al begonnen in de Facebookgroep waarin iedereen zich voorstelt. Dat is misschien al een drempel waar je overheen mag. Maar ik zou zeggen, jump in. Het water is warm. Er is geen veiligere plek om te oefenen met video's maken voor je zichtbaarheid als ondernemer of persoon met een grote droom. Ik kan het van harte aanbevelen. En ik zie je in de groep. Tot snel.